trouwens met bijnamen met de sport? Ja, eigenlijk helemaal niks. Ja. Als ik het heb over de Iron Mike. Dan moet ik toch wel denken aan Mike Tyson. En dan de greatest? Dan moet ik eigenlijk denken aan R. Kelly van het liedje, maar dan bedoel je hem natuurlijk Mohammed Ali. Ja, die bedoel ik zeker. Nou, voor iedereen thuis weer gaat lopen miepen, Facebooken enzovoort. En ja, maar in Nederland hebben we ze ook. In Nederland hebben we inderdaad hele goede mensen, of hele goede sporters gehad met bijnamen. En ik heb trouwens hele bekend in de zaal. Als ik het heb over de Dutch Windmill, wie heb ik het dan? Ja, Ben Verklaven. En wat deed Bok? Wat deed Ben als sport? Nou ja, ik heb zelf ook het genoegen gehad om een x-aantal partijtjes als amateur te boksen. En uiteraard voor die tijd van Pet van Klaver natuurlijk. En ik doe dat nog steeds op maandagochtend en op donderdagochtend met oud-boksers onder de naam de Dutch Windmill. Je hoort het, niets is toeval overgelaten. Dit is dus de Sportlounge met de Bredase Boksering. Toepasselijk en ik openen. Wim Dietman, voorzitter van Breda's Boxing. En Hans de Bruin, Nederlandse Boksbond. Ja. Wat is trouwens zo belangrijk met de Breda's Boxing? Even als sportverenigingen. Boksverenigingen. Eén van de oudste, ja. Op één naam, zover ik weet, is alleen boksvereniging Frisia uit Leeuwarden. Dus ouder dan wij. Wat is zo speciaal aan jouw vereniging? Speciaal aan onze vereniging? De continuïteit, denk ik. Gewoon de constant het voorhanden hebben van trainers en dergelijke. Het, ja. Organiseren van evenementen, wedstrijden? Organiseren van evenementen. We organiseren sowieso al 4 keer per jaar. Altijd wel eens gebeuren 5 keer, maar ook als keer 3. Kom ik zo trouwens wel even terug, want dan zit je wel dwars, dat weet ik. Dan komen we zo even terug. Hans, jij als hoofdcommunicatie Nederlandse Boksbond. Ja. Moet er wat veranderd gaan worden zo langzamerhand? Zeker. Moet er eigenlijk wel wat veranderd gaan worden binnen de Boksbond? Ja hoor, er is een ontwikkeling ingezet de laatste 4-5 jaar die heel positief is. Je ziet het ook aan de prestaties. Nuska van Tijn moet morgen boksen, overmorgen. En Maxime Koelewaai en nog een aantal. En we hebben naast Peter Mullenburg en Henrique de la Cruz. Maar er zijn wel een paar opvallende verschijnselen. In 1999, de profs afgescheiden van de amateurs. Dat klopt. Was dat nodig? Ja, dat is, moet je het oude bestuur vragen. Het nieuwe bestuur denkt er in ieder geval heel gemêleerd over. Je moet je wel aansluiten bij de internationale regelgeving. En daar zit een probleem. Ik ken jou als evenementenman. Nou komen er heel veel boksers wel naar de Ben Verklaver Memorial. Hè? Ben Bril, fantastische mooie boksscheidsrechter voor degene die het niet meer weet. Wim, dan zit jou al een beetje dwars. Jij zegt, off the record, ik moet soms wel eens 21 wedstrijden moet ik op programma zetten en dan komen er maar 5. Ja, klopt. Er zijn altijd heel veel afmeldingen bij een wedstrijdorganisatie. Ik zeg, wat je ook al zegt, je moet normaal gesproken 21 partijen of 22 partijen organiseren om überhaupt een 13, 14 over te houden. En ja, om een leuke avond te hebben moet je zoiets van 13, 14 overhouden. Dus, maar dat is eigenlijk een beetje te zot dat je zo'n overcapaciteit moet organiseren om uiteindelijk op het juiste aantal uit te komen. Nou zeg je dat tegen mij, moet je dat eigenlijk niet tegen Hans zeggen? Jawel, maar kijk, we hebben een wedstrijd- en evenementencommissie. En die werkt er hard aan om dat soort schandalige, want eigenlijk verwijt ik dat een deel van de trainers. Er is bij de laatste Noord-Nederlandse kampioenschappen is er een bokser op de weegschaal staan die 7 kilo te zwaar is. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Die jongen die tegen hem stond, die kwam uit Limburg, was helemaal van niks gekomen. En zo, dat memoreer je ook. En dat is eigenlijk te verwijten aan de trainers. Er is weinig discipline bij de trainers die dat soort zaken in de gaten houden. Het kan altijd gebeuren met een blessure. Maar het is natuurlijk onvoorstelbaar als je dus 15 of 20 wedstrijden op een programma hebt staan, dan er maar 6 of 7 door kunnen gaan. Dat kan. En we hebben dit jaar, hebben we ook maatregelen genomen. Want er staan er ongeveer 10 die een startverbod hebben gekregen voor de komende 3 maanden. Dat is voor het eerst in laten we zeggen, de laatste jaren dat we dat doen. Dat we zeggen, jongens, die praktijken, daar moeten we vanaf. Dus
die mensen, en er wordt toezicht op gehouden. Bij in Alphen aan de Rijn stonden er vier die dachten, nou ja, ik ga toch boksen. Nou, mooi dat ze dus werden teruggewezen en die avond niet hebben gebokst. Dus dat is wel een verbetering. Maar we maken nog steeds de toestanden mee die Wim nu signaleert. En dat is heel schrijnend. Nou, kwam ik van zondag iemand tegen. En die zegt, ja, mijn zoon wil eigenlijk wel boksen. Bokser in Breda, heeft hij wel het Fight Right keurmerk? Ja, we hebben sinds anderhalf jaar bij het Fight Right keurmerk. En daar zet je mee in, vooral in je jeugdparticipatie, in je organisatie. En nou, het waren drie speerpunten in ieder geval, maar ik ben de derde eventjes in de gauwheid vergeten. Maar in ieder geval, het zorgt wel een soort voor professionaliteit binnen je vereniging. Hans, ik heb een sponsor gevonden voor $200.000. Wat gaan we organiseren? De EK of de WK? De wereldkampioenschappen. Want? Ja, dat is het mooiste evenement wat er is. Maar hoeveel is het? Wat zeg je? Hoeveel is dat waarde? Hoe moet het kosten? Nou, ik zou je vertellen. We hebben dit jaar, toen we 200 jaar bestonden, toen hebben we dus het Europees kampioenschap van vrouwen georganiseerd. Dan moet je aan de bond, aan de internationale bond, moet je alleen al $25.000 betalen om het te mogen organiseren. Dat is één. Maar als je het wereldkampioenschap wil gaan organiseren, dan moet je $250.000 inleggen om het mogelijk te organiseren. Dus dat is het verschil. Nou, dan zit je op een begroting van 1 miljoen. Ik heb trouwens nog wel andere gasten natuurlijk ook. Ik moet eigenlijk. Ik moet naar de bar toe. Dat is weer zo'n gong die toch wel leuk is voor het boksen. Vast bedankt voor je komst. Ik zie je graag. En Hans ook. Harico, PR, Public Relations van de handboogsportvereniging Allianz Damité. Prachtige naam. En Danny Verginneke, trainer van, hè? Trainer van, ja. Klopt. Wat valt er nog te trainen? Nou, voor mezelf ook nog voldoende. En de kennis die ik daar dan weer mee op doe, die probeer ik dan weer over te brengen op mensen die ik weer train. Dan ken ik iemand die... Die is in die zout, die wil bij jullie lid worden. Kom met de duurste van duurstaan. Ga je die trainer zeggen, ga eens wat oud materiaal van stal halen? Ik denk dat het verstandig is om eerst met een verenigingsboog te beginnen. Want dat dure materiaal dat jij dan waarschijnlijk gekocht hebt, is. Ik heb het niet gekocht, iemand heeft het gekocht. Veel te zwaar. Ik koop nooit wat, dus dat geld. Ja. Die krijg je waarschijnlijk niet eens fatsoenlijk uitgetrokken, die boog. Harry, je doet de PR voor je vereniging met... Verven, zoals dat heet. Het is iets wat ik erbij doe, maar niet eigenlijk mijn hoofdzaak is. Ik ben ook trainer, zoals ieder ander begonnen met handboogschieten in 2007. En vanuit daar vandaan ben ik eigenlijk steeds verder ingegooid en doe eigenlijk als manager van alles alles. Ik ben ook degene die dit gearrangeerd heeft en gezorgd dat het voor jullie als opname kon gaan helpen. En ik ben degene die ook gezorgd heeft dat... Het handboogschieten wat meer in de belangstelling en wat meer in de picture komt te staan door dit soort dingen te organiseren. Ja, nu is er een beetje een hype ook in Europa staande. En ik tegen jou zeg, geef mij dat ouderwetse biathlon. Dat is toch heerlijk? Ja. Dat is wel in de winter natuurlijk. Nou, er wordt op dat gebied best wel het een en ander verzonnen. Wat misschien nog heel veel mensen niet kennen. En dat is het run archery. Als je naar het run archery gaat kijken, dan praat je over een viertal rondes van 1000 meter die afgelegd moeten worden. Waarbij ze gewoon de handboog meenemen, bij een plaats aankomen waar ze 3 schijven, waar hun pijlen klaar staan trouwens. Hè, want dat mogen ze dus niet, ze mogen dus alleen de handboog meenemen. Waar hun pijlen klaar staan en waar ze op 3 schijven moeten schieten. En hetzelfde als bij de biathlon, als dat niet lukt en je schiet maar 1 schijf om in plaats van de 3, dan zul je toch 2 strafrondes van 200 meter moeten lopen. Is dat de toekomst, Danny, wat Harry nu schetst? Ik zag je al een beetje vertwijfeld kijken, maar of zei ja, nou kijk, Denemarken is het redelijk hype in Noord-Europese landen sowieso, Duitsland, Oostenrijk. Dat zal vast wel echt wel toekomst. Alleen wat mij een beetje dan bevreemd, jullie terecht hoor, heb je het heel veel over, als ik je zelf weer bereken heb met het gesprek, veiligheid. Ja. Dan ga je run archery doen en laat iemand maar gewoon lopen joh, en de dingen op je schouder en dan is er opeens geen veiligheid meer. Dat is het leuke van deze sport, is altijd, er wordt altijd gekeken naar veiligheid. Vandaar dat ze ook zeggen van, je mag gerust met een boog lopen. Dat is geen probleem, hè? Je kan ook over straat gewoon met een boog lopen. Zodra als er maar geen pijlen met mij meelopen, die ik dus eventueel op die boog zou kunnen zetten.
Zolang als je dat gescheiden houdt, is er eigenlijk in principe niks aan de hand. Als je naar de internationale schutters kijkt, die zullen ook hun bogen moeten transporteren via het vliegtuig. En ook dat kan gewoon. Mits je maar voldoet aan de voorwaarden zoals ze gesteld zijn. Nou heeft Pim voor de pauze al diverse jeugdleden aan het woord gelaten. Ook hele kleintjes melden. Zijn er talenten? Zit er erbij? Ik heb het geluk zeggen. Ja of nee, dat maakt toch niet uit. Er zit wel wat talent bij, zeker. En waar herken je het talent aan? Dat zie je wel, dat we de techniek snel onder de knie krijgen. Hoe ze met het materiaal omgaan? Hoe ze met het materiaal omgaan. En ja, de resultaten van het schieten. Is het zoveel veranderd in de laatste 40, 50 jaar? Ja, eigenlijk alles natuurlijk. Maar tuurlijk, want als ik nu rondom me zie, zit ik nog met verbazing te kijken. Want het is niet meer een beetje staal, ja. Hè? Nou, het is, als je toch kijkt, de prijs-realiteitsverhouding die is best gunstig. Als je dat vergelijkt met vroeger. Want er moest best wel wat neergelegd worden. Wilde je een echte fatsoenlijke boog hebben. Maar tegenwoordig is de prijs-kwaliteitverhouding dermate goed dat voor beginnend, en je zegt net al terecht, hè, van de jonge schutters, dan praten we over de aspiranten. Als je naar aspiranten kijkt, beginnend vanaf 8 jaar, en ze zullen zover zijn dat ze na een jaar met het materiaal van de vereniging geschoten hebben naar een eigen boog toe moeten gaan, dan kunnen ze voor goed €200, kunnen ze al goed materiaal hebben waar ze in ieder geval voorlopig 4-5 jaar mee vooruit kunnen. In vergelijking met vroeger is dat natuurlijk veel meer verbeterd. Ja, dat was vroeger natuurlijk niet alles, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat we bij deze wel bevestigd kunnen hebben, zeker binnen jullie vereniging. Het is geen folklore. Nee, zeker niet. Het is echt sport. Uiteraard heeft het al Ad, of je voorzitter aangehaald van oké, recreatief, maar toch wel met een. Dan is het wel top recreatie, dan laat ik het er zo maar noemen. Ja, het is echt serieus sport. Zeker als je kijkt naar de toppers, dan moet je er toch al heel wat voor over hebben. Wil je in ieder geval niet top mee kunnen draaien. En zeker als je het op wereldniveau bekijkt, dan praat je over nogal wat. En dan is het echt inderdaad sport. Welke opleiding heb je zelf gehad als trainer? Of zeg je, nou ja, ik ben ooit zomaar begonnen en ik breng het maar over. Zijn er regels voor binnen de handen? Of, ja, je moet dat als trainer zijn of zeg je, nee joh, dat maakt er niet uit. Er zijn opleidingen voor trainers. Ja. Ik heb daar zelf niet voor gekozen. Ik ben begonnen met handboogschieten en dat ging me wel redelijk af. En ik vind het leuk om mijn kennis over te brengen op andere leden. Afrondende vraag. Ik denk dat heel veel leden die in deze regio eigenlijk zwerven tussen haakjes, beter bij jullie uit zijn, hè, of niet? Toch wel, hè? Toch wel. Als je ziet wat er op dit moment eigenlijk ook al van de kleine verenigingen om ons heen... Kijk, kleine verenigingen om ons heen is niet zo'n probleem als ze in ieder geval de steun krijgen van wat grotere verenigingen. Ad heeft het er net ook al over gehad, als je kijkt naar de RTC's, de regio talentencentra's, dan zijn ze nu heel erg mee bezig, die zijn ze aan het opzetten. En het belang daarvan is om zoveel mogelijk instroom te krijgen binnen je vereniging, maar daar moet je ook heel wat voor doen. Je zult zelf naar buiten toe moeten om de leden ook naar binnen toe te halen. En of dat nou wel of niet blijft, dat is eigenlijk niet relevant. Want je kunt daar toch wel een gedeelte uithalen wat enthousiast wordt en dan eventueel ook door laten groeien naar die RTC's toe. Ik zal het maar op de camera bevestigen, we moeten toch afronden. Voor een goede PR moet je bij Harry Coat zijn. En voor een training, ja, daar heb je ook trainen bij Danny Verginneke. Heel simpel, en oftewel Allianz Dammetje. Bedankt voor je komst, Harry. En Danny, ook graag. Klasse. Speler van het eerste team en trainer van MHC De Warande en Bastien Giraud. Frans praten gewoon, wie? Ja, dat kan zeker. Ja, want je vader is natuurlijk een Parijzenaar. Ja, een hele bekende. Dat ken ik trouwens ook heel goed, maar dat eventjes terzijde. Wat brengt jou zo bij de eerste van MHC? Waarom niet hoger? Ik heb hoog gespeeld. Bij Push. Alleen, is dat hoger? Ja, dat is hoger. Ik speelde toen ik daar was in ieder geval overgangsklasse en nu hoofdklasse. Maar ik miste mijn vrienden vooral en het plezier. Omdat we daar 5 keer per week moesten trainen. Nu heb ik mijn plezier meer terug omdat ik met mijn maat hockey. En het niveau iets minder is. Maar uiteindelijk is daarom mijn plezier wel teruggekomen. Maar is het dan nog zo plezier in de eerste klasse? Nou ja, ik vind eigenlijk wel prima, dat is mijn niveau. Of je zou eigenlijk hoger kunnen spelen, toch? Ja. Hoofdklasse zou toch ook wel een realistisch gebeuren moeten zijn. Nou, ik wil je niet weg laten halen door de andere clubs. Hoofdklasse. Er zit toevallig een trainer van een hoofdklasse zit hier in de zaal. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar... Nou, hoofdklasse nog niet in ieder geval. In de zaal misschien, maar op het veld is overgangsklasse... Voor mij het niveau waar ik eigenlijk thuis hoor. Maar nu is het ook prima, bij de branden. Ja. Bastien, wat is jouw positie in het team? Vrije man of stralenverdediger.
Meestal ook al mee op het middenveld, maar ik vind het toch wel fijn om een beetje spel te verdelen. Echt wel een journalistieke vraag. Wie is jouw voorbeeld? Mijn voorbeeld? Ja, dan ga je toch denk ik Sander Baartje richting in. Dus ook, ik heb een training gehad van zijn broer Jeroen Baart. Dat is ook een groot voorbeeld voor me. Ik heb een jaartje training van mogen hebben en een jaartje coach. Dus dat is wel een groot voorbeeld voor me, denk ik. Geen vroegere mensen die we hadden, Gert van Slapman, Ties Kruijzen onder andere, nee. Tim Steens. Nee, helaas niet. Nee. Waarom niet? Ja, heb ik nooit meegekregen eigenlijk. Ik ben voor mijn zesde hockey, dat heb ik niet heel intensief gedaan. Het is steeds meer geleidelijk aan dat ik intensiever ben gaan hockeyen. Dus geen grote naam van vroeger, nee. Nou, heb ik jullie recentelijk wedstrijd gezien, hè? Onder andere tegen Voorne uit Brielen. Zeg je op een gegeven moment van, tot spelen jullie het uiteraard gelijk. Zeg je nou, dit soort wedstrijden hadden we sowieso eigenlijk al moeten winnen. Ja, dat zeg ik misschien altijd. Het was een beetje teleurstellend natuurlijk. Ik zag ook de voorzitter al van, weer een punt erbij. Nou ja, weer gewoon twee punten armen, vind ik. Ja, dat klopt. We hebben een heel nieuw team. Waardoor onze doelstelling ook wel iets veranderd is dit jaar. Dus nou kijken we eigenlijk meer wedstrijd per wedstrijd. En we zeggen niet van vooraf voor de wedstrijd van, dit zijn drie punten voor ons. We vechten nou in ieder geval per wedstrijd voor de punten. En dan zien we wel of het één punt of de drie zijn. Nou, ben jij jeugdspeler, zeg je op een gegeven moment, ik zou het niveau al aankunnen ook met de eerste? Of train je trouwens ook al mee met de eerste? Ik doe soms mee met de eerste en ik train ook al soms mee. Maar ik vind het nu gewoon leuk, net zoals Rafa, gewoon met mijn maat hokje in de A1 is dat nu dan. En om 18 mee te doen is gewoon een privilege, denk ik. Het is gewoon leuk om minuten daar te maken. Maar voor de rest is mijn belangstelling ligt maar vooral bij A1. Maar aan de andere kant is het een beetje ons. Dat is toch een beetje gekscherend bedoeld. Dat push 5 keer trainen. In wezen zou je helemaal niet dat eens goed zou kunnen hockeyen, bij wijze van spreken. Zou 2 keer bijvoorbeeld ook voldoende kunnen zijn. Het is een beetje een cultverhaal natuurlijk ook het worden om 4, 5 keer om te trainen natuurlijk. Terwijl jij het met 2 waarschijnlijk ook zou kunnen volstaan om in de overgangsklasse te spelen. Maar als je in de overgangsklasse, je hebt clubs in de overgangsklasse 2 keer per week trainen. Maar die zie je niet bovenaan eindigen. Uiteindelijk is 4 keer per week of 5 keer per week, je gaat uiteindelijk wel je voordeel mee aan. Hè? En dat is wel nodig, als je echt met de top mee wilt doen. Wanneer zie ik jou trouwens in de Franse Hockey League? In de Franse Hockey League? Kan nog lang wachten, denk ik. De Franse Hockey League is wel opkomend, denk ik. Zeker de Franse Nationale Elf doet wel. Maar om het Franse Hockey League te gaan spelen is denk ik niet een van mijn doelen. Zijn er als trainer dingen die hem kan leren? Basje, dat je zegt, nou, dat moet hij toch wel verbeteren. Ja, ik kan nou nu zo goed zeggen als dat je moet gaan evalueren van de week. Ja, ik zie hem alleen spelen bij A1 en met iedereen heeft hij een aantal wedstrijden meegedaan. Maar ik heb nog niet zo goed opgelet van Basje, dit zou beter moeten doen. Hij doet het nu toe uitstekend. De landelijke, wat jullie onderaan spelen, is dat vergelijkbaar met de top, wat hoofdklasjes, zeg maar, de heren? Dus de landelijke jeugd. Is dat vergelijkbaar met het niveau van het landelijke klasse? Dus kampioenspelen enzovoort. Of niet? Met de heren bedoel je? Ja, met de heren. Het is totaal wat anders. Herenhockey en jeugdhockey is een wereld van verschil. Veel jongens die in de jeugdhockey en die gaan naar de heren gaan, denken dat het een makkelijke stap is. Maar het herenhockey is veel fysieker en het tempo is veel groter dan hoger dan bij het jeugdhockey. Nou, heeft je voorzitter in de pauze al aangegeven, god, ik had nog veel meer kunnen vertellen. Wat is er dan, dan ga ik het aan jou vragen, wat is dan zo specifiek aan de Mixed Hockey Club De Verande? Ja, dat het echt een familieclub is en dat iedereen elkaar kent. Iedereen groet elkaar en het is een vertrouwd gevoel. Ik zit hier tussen de familie Pannenkoek en ik mag grappen maken over achternaam, want ik heet zelf Haarbos. Met stroop of met poedersuiker? Ja, dit met stroop. En jij? Stroop. Ja, ik hou ook meer van zoet. Het is wel bijzonder. Jullie wonen in Geldermalsen. En dan komen jullie in Oosterhout helemaal judoën. Hoe zit dat? Nou, op onze eigen sportschool is niet meer zoveel tegenstand. En hier was meer tegenstand. Oké, is de tegenstand dan zo slecht, hè, op andere plekken? Nou, op onze sportschool zijn ze iets van 10 jaar. Wij zijn 13, dus verschilt de kracht nog veel. En dat geldt voor jou natuurlijk precies hetzelfde. Ja, ik had alleen mijn broer om tegen echte judoën. En wie wint er nou meestal? Nou, hij, omdat hij net iets feller is. Maar voor de rest... Dat is toch gewoon kloten? Ja, je wilt toch altijd van je broer winnen? Ja, maar laatst heb ik hem wel mooi op een toernooi gegooid. Oh, daar baal jij wel van, want dan gaat het erom. Ja.
Maar je hebt een hele mooie medaille. Ik zou bijna vragen van, heb je geen last van je rug? Want dat ding is zwaar, zeg. Nee. Maar hoe heb je die gewonnen? Ik heb hem in Venray gewonnen, waar heel veel buitenlanders kwamen. En welke landen dan? Waar hebben we het dan over? Want ik zie hier... Ik verloor in de finale van een Rus. Altijd die Russen, hè? Denk het wel. En jij hebt ook een medaille. Jij bent derde geworden, zie je? Nou, ik verloor in de halve finale van een iemand uit Letland. Altijd die Letten, hè? En dan in de herkansing verwoning van mijn broer. Oh, dat... dat is goed gedaan. Helaas, hè? Ik zie hier ook een beker staan. Ik pak hem even. Ik weet niet of... Is die zwaar? Ja, hij is behoorlijk zwaar. Ik zie hier allemaal namen op staan. Van wie is deze beker? Hem. Oh, dan zit ik bij de verkeerde. Hou hem eens vast. Waar staat jouw naam eigenlijk? Hij staat er nog niet op. Sjonge, joh. Van de vorige 2 jaar. Er was geen plaats meer. En wat voor toernooi was dit? De clubkampioenschappen. En die heb jij gewonnen? Ja. Ongelooflijk. Maar je hebt een blauwe band. Moet je dan ook tegen mensen die bijvoorbeeld een bruine band hebben? Ja. En die maak jij gewoon in? Ja, want de meesten die waren jonger dan mij. Nou, dat doe je goed. Ik wil een applaus voor deze 2 jongens en de familie Pannenkoek. Ad, 1964, het judojaar, hè? Het judojaar, bang voor Nederland. Het judo. Japan organiseerde de Olympische Spelen in Tokio. Het was voor de eerste keer dat judo op de mat kwam. En Anton Geesink won die titel in de koningsklasse, alle categorieën. Hij moest wel een gevecht aangaan met Akio Kaminyaga. Maar hij won na 9 minuten en 20 seconden had hij de titel te pakken in de houtgreep. Nou heb jij zelf ook de zwarte band. Goeie uur ook, jij trouwens ook geweest. Japan boog voor Geesink, hè? Oh, was geweldig. Iedereen, het was gewoon een drama wat daar gebeurde. Dat kan niemand zijn eigen voorstellen wat een drama dat was voor Japan. De koningsklasse van het judo was voor Anton Geesink, een Nederlander. En toch heb ik altijd meer opgehad met Willem Ruska. Wim Ruska die heeft in 1972 2 gouden medailles gepakt. In de 93-klasse en in de koningsklasse alle categorieën. Dus dat kon niet beter. Die had het eigenlijk nog beter gedaan dan Anton Geesink. Maar Anton Geesink had wel de stempel gedrukt natuurlijk, hè, in 1964. Nou weet ik dat jij allebei ze op handen hebt gedragen, Anton Geesink als Wim Ruska. Doe je trouwens nog wel wat met je eigen zwarte band? Doe je helemaal niks meer? Ja, zeker. Nou en of. Dat doe ik nog wel een beetje mee. Ja. Nou, dankjewel maar weer in je krant. Ja, goed je weer te hebben gesproken. En ja, ik zie je waarschijnlijk ooit nog eens een keer weer in de dojo, hè? Ja, oké. Prima hoor. Een doodgewone dag, daar is voor mij niks aan. Ik ga nooit.
zij nog een nacht met mij wil delen. Ja, de nacht, dat is en blijft mijn leven. Met gezelligheid en vrouwen om me heen. Op mijn werk begin ik al te beven. Dan wil ik op stap en voel me maar alleen. Dan is het avond en ik trek mijn beste kleren aan. Mijn haren goed om even lekker los te gaan. Ja, de nacht, dat is en blijft mijn leven. Met gezelligheid en vrouwen om me heen. Dan is het avond en ik trek mijn beste kleren aan. Mijn haren goed om even lekker los te gaan. Ja, de nacht, dat is en blijft mijn leven. Met gezelligheid en vrouwen om me heen. Met gezelligheid en vrouwen om me heen. Met gezelligheid en vrouwen om me heen. Je hebt aan tafel Thomas van Heijl, kruisboog of handboog? Handboog. Waarom? Omdat een kruisboog een hele andere boog is eigenlijk. Het is ook een ander type sport. Het is eigenlijk meer een geweer met een werparm. Het is een soort geweer die een pijl schiet. En een handboog is echt een boog die je zelf moet uittrekken. Die je zelf op spanning moet houden, waarmee je toch wel meer techniek bij komt kijken. 4 jaar geleden, Rick van der Ven, 4e plaats op de Olympische Spelen. Mm-hmm. Nederland zat bijna gekluisterd aan de tv. Ja, ik zelf en ook. Een belachelijke beslissing, ik ga dat echt op de camera zeggen, zeg maar tegen je voorzitter van de handboogbond, je gaat niet naar de Olympische Spelen Rio. Nee, inderdaad. Nee. Waarom niet? Nou, zoals straks mijn vriendin al zei, compound is geen Olympische sport, helaas. Ach, kom. Ja, dat is een beetje treurig. Er is er een, Mike Slusser, die gaat waarschijnlijk een beetje zijn zakjes vullen in Amerika. Nou, het is een beetje maatje, ja. Dus je zou wel meegaan, hè, samen delen. Was het maar zo'n feest? Nee. Nee, maar goed, je haalt op 600 punten, dat is niet meteen van aarde. Maar het is toch een beetje een bezopen toestand dat jij niet naar de Olympische Spelen gaat. Het is jammer inderdaad dat het geen Olympische sport is. En als je het hebt over mensen die daar zeker in thuis zouden horen, dan is Mike wel een van de jongens die... Maar dan moet je niet te bescheiden geworden. Ron van het Hof, de huidige bondscoach, die heeft gezegd, ja, het zou eigenlijk toch wel deze twee jongens, Mike Slusser onder andere en Thomas van Heijl, dat die op de Olympische Spelen zouden kunnen zijn in Rio. Is er niet nog een mogelijkheid dat we dat kunnen gaan doen? Kijk eens aan, dankjewel. Ondertussen wordt er uiteraard een uitsmijter geserveerd. Nou, dat komt goed uit. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk niet dat we het nog voor elkaar krijgen voor Rio, maar het zou leuk zijn. Nou, ben ik ooit eens in Wales geweest, uitzonderlijk schieten. Ja. Is dat? Ik schiet zelf ook ieder jaar een keer in Wales, maar waar je specifiek op doelt, dat durf ik nu niet te zeggen. Nou, boven die bergen, een beetje hoger is, een beetje een ander schieten. Dat is heel anders schieten, ja, inderdaad. Vertel eens. Komende op september, dan gaan we waarschijnlijk weer. Ja, maar wat is er zo bijzonder aan om in Wales te schieten? Voor degene die dat. Het weer met name, dat is eigenlijk. Ja, maar ook de situatie, de bergen. De bergen, ja, dat klopt. Hoogteverschil is altijd weer een uitdaging. Maar met name het weer is toch wel het moeilijkste in Wales. Tegen de elementen te vechten. Iemand die handboog schiet zonder richtmiddelen, kan dat tegenwoordig? Of zeg je, nee, dat gaat niet meer? Dat kan zeer zeker, dat zijn aparte klasses. Het wordt vaak heel erg onderschat eigenlijk. Het wordt vaak, als alles berbo wordt het genoemd, wordt vaak een hele hoop verschillende disciplines worden onder één hoedje geschoven als zijnde berbo. Maar je hebt een volledige recurveboog die volledig afgesteld kan zijn zonder richtmiddelen. En dat wordt dan een berbo. Nou staat er een regisseur die ook een aardige schutter is, die staat... Dat je mensen voor moet gebruiken. Dus ja, zullen we dat maar doen? Ik zat om begin in mijn mond open kan. Of weet, smakelijk. Volmond, maar ik zat toch wel in smakelijk. Maar we hebben het over dan die richtmiddelen. Is dat van belang dat je die gebruikt? Of zeg je, nou, ik kan wel zonder? En dan kom ik een beetje eigenlijk ook wat Rob Schipper natuurlijk ook vertelde in de net zojuist de uitzending. Ik kan wel zonder, maar als ik ook wat moet raken, dan hou ik ze toch liever op eigenlijk. Als ik tegen jou zeg van ik. Het is toch een Oostenrijks merk, Swarovski. Is dat een van de belangrijkste
Nou, Swarovski is een groot merk in de handboogsport, ja. Zowel qua verrekijkers als qua lenzen voor hun scopes. Scopes, richtmiddelen op compoundbogen. Maar kunnen we nou eens bij deze... Ik zie het zelf size overigens. Nou, de uitsmijter kunnen beëindigen door te zeggen van... joh, laten we ons nou eens hard maken dat je wel naar Rio gaat 2016. Dat lijkt me een goed plan. Ja, toch? Ja. En wanneer een grote kans is de, dat... Is de grote kans dat het... Ik denk dat de kans minimaal is, maar ja. Het zou mooi zijn. Oké.